heb je geen pijn aan je voeten gekregen met het lopen allemaal? Aan mijn teen. Waar? Hier aan je teen. Even de cameraman goed laten zien. En die doet pijn. Vertel eens. Omdat ik daar 3 keer bloed had. Oh. En hoe komt dat dan? Door de zuigdeur en door iemand die op mijn voet stond. Heb je al vaker meegelopen? Al heel vaak. En waarom doe jij het mee? Voor de kinderen. De kinderen. En die heb je bij je? Ja, eentje staat er daar en eentje ligt er vanavond 1 avond op bed. Want het was een beetje veel, 4 dagen. Oké. Dat valt niet mee voor de kinderen. Hoeveel kilometer doe je? 5? 5 kilometer. Maar voor de kleintjes is 4 avonden achter elkaar en naar school best vermoeiend. Okay. En u loopt ook mee met de kinderen? Met 2 kinderen. Okay. En hebt u het meer gedaan met de avond? Vroeger altijd van jongs af aan meegedaan en nu kun je niet achterblijven met de kinderen. Hartstikke gezellig. Op school vroeger al mee. Ja, absoluut. En daar staat de dochter en de zoon. Dus prachtig. En onderweg, doe je nou iets met de kinderen zingen of spannetjes? De kinderen zelf, dat mogen wij niet meer regelen. Dan regelen ze zelf hoe klein dat ze zijn. Dus, en die hebben allemaal liedjes van Kinderen voor Kinderen. Vroeger was het een potje met vet, maar dat is niet meer. Het zijn allemaal hartstikke leuke kinderliedjes. Hoe zijn de vorige avonden gegaan? Leuk. Leuk, ja. Vertel eens. Ik vond het best wel leuk, want het waaide wel een beetje en we gingen door de bossen. En ik hou heel veel van klimmen en zo, dus dat vond ik wel leuk. Oké. Okay. Is er ook iemand al geblesseerd of zo, dat je blaren hebt of zo? Ja. Jij, wat heb je gedaan? Kom eens hier staan. Jou willen we even zien. Wat is er gebeurd? Ik was van de springkussen op de rand van de stoep gevallen. En waar was dat? Bij je buitenspeeldag. Hey, en als jullie aan het lopen zijn, hè? Doen jullie dan ook liedjes zingen of zo? Nee. Waarom niet? We kletsen meer. Ja, maar jullie kunnen toch wel een liedje zingen? Zo van K3 of zo? Dat kan wel. Nou, doe eens dan met z'n allen. Liedje. Nee, dat moet zo. K3. Een doosje van de bakken. Die heeft iets gedaan. Hij is gaan zwemmen. Zonder zwembroekie aan. En van je gaat het met jullie? Goed. Lukt het allemaal nog goed? Ja!
En vond je het leuk? Ja! En wie heeft er al blaren op zijn voet? Ik niet! En wat gaan jullie nu doen? Wandelen! Wandelen! En naar de pauze! Morgenavond weer? Nee. Morgenavond wel! Oké. Jullie hebben een liedje ingestudeerd, hoor ik van die meneer daar. Is dat een mooi liedje? Ja. En willen jullie dat eventjes doen? Het is echt heel erg mooi. Ja. Nou, doe het eens even voor dan. Ja, 1, 2, 3. Ja. Papa's doen niet altijd alles even goed, begrijp ik net. Nou, ik was eigenlijk te laat. Dus ik moest ze eigenlijk nog gaan inhalen, want ik was 20 minuten te laat. Dus toen nam ik ook nog de verkeerde route. Dus toen ben ik als gek maar teruggerend en ja, ze zijn nou wel hartstikke. Hoe kan dat nou? Ze zijn zomaar twee keer rechtsaf zo verzoend. Ja, dat moet je allemaal nog leren, hè. Kijk, is dit de eerste keer? Of? Nee, dit is wel, ik denk met de kinderen de 8e keer of zo al. Ja. Oké, en jullie vinden het zelf ook leuk? Ja, wel. Dat is toch gezond, hè? Ja, lekker wandelen. Ja. Dit is nou Frans figuurlijk. En ik heb straks al gezegd, ik zeg, gods, ik moet kijken of Frans er is. Want de oprichter, een van de oprichters van de Keistampers, ja. Maar dit is jouw idee geweest, de avond vierdaag. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En hoeveel jaar is dat nou geleden, Frans? 45. 45 jaar geleden, hè, daarmee begonnen ze. Oké. Okay. Via BBO. Ja. En bij jou in de huiskamer. En dan kijk ik even naar jouw vrouw. Ja. Want bij jullie in de huiskamer, dan gebeurt het allemaal, het inschrijven en... Het was altijd een drukte, ja. Ja. Wel gezellig. Het is toch prachtig om te zien wat hier gebeurt nog steeds, hè? Ja, zeker. Door jouw idee. Ja, zeker. Hey, heel veel succes. Ja, bedankt. En om de hoek een borreltje of... Nee, we hebben onze koffie bij. We hebben onze koffie. Wim, ja. Sportman in hart en nieren. Ja. Bekende fietser. Door heel Europa bijna, geloof ik, de wereld. Ja. En nou sta je hier met de pet op van het Rode Kruis. Ik heb ongeveer 30 jaar mijn EHBO-diploma nu dus. Ja. Oké. Okay. Heb je nog niks hoeven te doen dan? Vandaag niet. Nee. Maar jullie aanwezigheid is wel heel belangrijk. Absoluut. Absoluut. Alleen zouden meer mensen dat moeten beseffen. Meer mensen zouden een EHBO-diploma moeten gaan halen. Ja. Doe eens een oproep dan. Nou mensen, kom op. Meld je aan bij het Rode Kruis en doe een EHBO-diploma halen. Ja. En dan kan iedereen, zelfs ik zou het kunnen? Ja, zelfs jij zou dat kunnen. Nee, ik heb nog nergens geen last van. Maar ja, dat kan er komen, want vandaag is toch wel de zwaarste dag, zeggen ze altijd. Maar is dit niet erg zwaar voor een ambtenaar dan? Het is een keer iets anders, hè? Tegenwoordig zijn wij ambtenaren zo hip en modern, hè? Dat kunnen wij allemaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo gaat ie goed. Zo gaat ie beter. Alweer een kilometer van de schoenen afgesleten. Wat mijn moeder niet mag weten, anders krijg ik niks te eten. Oh, nou is het.